En ook de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, en haar leden staan de vakcentrale C47 bij in hun actie. Uit protest tegen de verhoogde stroomtarieven zullen de leden op 2 en 3 mei aanstaande niet aan het werk verschijnen. Dit bevestigt Bernice Baron, voorzitter van de KOB. Baron legt de beweegredenen voor de actie toe. We hebben een uiteenzetting gehad over de stroomtarieven. En we zijn het ermee eens dat we niet de reële prijs betalen. Toch, we willen de reële prijs betalen. Wat we nu betalen, heb ik me laten vertellen, zijn geschatte tarieven. Toch? En C47 was al een tijdje bezig samen met de gezamenlijke vakbonden om aandacht hiervoor te vragen. Er is een schrijver gericht naar de president. Er was een ultimatum, als ik het goed heb. Gisteren is het ultimatum verstreken, als ik het goed heb. En er is niet gereageerd op het schrijven. Dus vandaar dat we gemeend hebben van ook die ondersteuning te geven. Ja. Want ook onze leerkrachten het voelen het toch. Als de benzineprijs, het is, oh, mijn benzineprijs, sorry. De stroomtarieven. De prijzen zijn aangepast. Wat gaat er gebeuren? Alles werkt door in de prijzen. Dus wanneer je naar de winkel gaat, dat geld dat je op zak hebt, je gaat meer uitgeven daarvoor. Je krijgt geen extra geld in je zak, maar je moet toch wel extra uitgeven. Dus we zeggen van nee. In die hoedanigheid zeggen we van dat we meedoen. Van onze leerkrachten voelen het. De KOB-voorzitter kan geen uitspraak doen over de duur van de actie. Volgens Baron is er meerdere malen aan de bel getrokken om deze nijpende situatie te voorkomen. Zij hoopt dat door deze actie eindelijk een oplossing komt. Weet wat ik ook erg vind? Er zijn zoveel adviezen gegeven. Die commissie die was ingesteld, heeft adviezen gegeven. Als ik het goed heb, zaten meneer Amerali, meneer Neus, meneer Dwarkapandee zaten erin. Het is naar staatsraad gegaan. Staatsraad heeft ook adviezen daar gegeven. Maar wat heeft de regering gedaan? Ze hebben alles, als het ware, ik wil het gewoon kunnen zeggen, ze hebben alles aan hun laars gelapt. En ze hebben gewoon gedaan wat zij denken dat goed is voor hun. Omdat IMF heeft gezegd, je moet subsidie helemaal afbouwen. Je mag hem afbouwen, maar laat het geleidelijk aangaan. Doe het niet in één keer. Het is te zwaar voor de mensen. Als je ook in één keer het geld gaat geven, toch, dat de mensen het kunnen overbruggen, not a problem. Maar als je zegt van nee, ik ga je een fase geven, dat doe het ook in fase. Zodat we het minder voelen. Ook zelf Rakfactuur had adviezen gegeven van kijk, laten we het smeren over een aantal maanden, zodat het niet zo zwaar komt voor de mensen. Nou ja, dus men zegt, eigen schuld, dikke bul, dan ga je dit krijgen, ja. En als leerkrachten zeggen van, no man, voorzitter, we gaan niet kijken hoor. Dat was don't look, dat niks is gebeurd. We gaan ook meedoen. En je moet luisteren naar je mensen, door ook mee te gaan.